Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe game hier op mijn kanaal. Vandaag gaan we beginnen aan ons avontuur in de nieuwe Farming Simulator 22. Voor iedereen die deze game niet kent, het is natuurlijk een simulatiegame van het boerenleven. Oftewel, wat moeten wij gaan doen? We moeten gewassen gaan verbouwen, gewassen gaan onderhouden, gewassen gaan oogsten, gewassen gaan verkopen, dieren gaan onderhouden. Gewoon alles wat je daadwerkelijk ook echt in het boerenleven moet doen. Dat allemaal is niet gemakkelijk, want we hebben natuurlijk ook een budget. En op dit moment hebben we een budget van 1 miljoen. Maar onthoud goed, we hebben nog geen enkele machine. En wat is de allereerste machine dat de boer nodig heeft? Een trekker. Dus die gaan we sowieso kopen. Maar heel erg bedankt allemaal voor het intunen. Heel erg bedankt allemaal voor de support. Heb je er nou zin in? Ram natuurlijk zo'n keihard blijven, zo super gaaf. En dit is gewoon een beetje een layback, relaxte serie in deze drukke decembermaand. Dus thanks allemaal voor het intunen. En ook Giant Software, bedankt voor het sponsoren van deze video. Maar als we even om ons heen gaan kijken, dan hebben we hier sowieso onze boerderij staan. Die staat er netjes bij, dan kunnen we gaan slapen. Kunnen we de tijd dus eigenlijk gaan doorspoelen. En is gewoon ons mooie huisje. Dan hebben we meteen ook een kleine garage staan waar we de trekker in kunnen zetten. En waar we natuurlijk ook onze equipment in kunnen gaan zetten. En we hebben al drie velden. Dit is namelijk veld nummer 1. Waar koolzaad op staat, dat ook meteen klaar is om te oogsten. Dan hebben we hier veld nummer 2 met, zoals je ook kan zien, sojabonen. En dan helemaal achterin hebben we nog veld 3. Plus, we hebben nog 2 silo's om uiteindelijk de gewassen in op te slaan. Mocht de prijs niet juist zijn en mochten we het heel eventjes willen bewaren, tot uiteindelijk de prijs natuurlijk omhoog schiet. Maar het moment is hier, we gaan namelijk onze allereerste tractor kopen. En we kunnen kiezen uit een grote tractor, een middelgrote tractor of een kleine tractor. Alleen nu is het natuurlijk het ding, we beginnen pas net. We hebben 3 kleine veldjes, dus we hebben nog niet het grootste en het beste van het beste nodig. Dus we beginnen gewoon met een kleine tractor en dan hebben we heel veel verschillende keuzes. We kunnen gaan voor een Fendt, we kunnen gaan voor een New Holland, we kunnen gaan voor een John Deere. En ja, eigenlijk moeten we... Zullen we daar gewoon mee beginnen? Een John Deere? Ja, die kunnen we wel samenstellen. Wielmerk Michelin. Dan zouden we kunnen kiezen voor brede banden. Branden met nog gewichten erin. Wat eigenlijk wel handig is, dus ga ik ook voor, kost wel 3000 euro meer, maar dat maakt op zich niet uit. Voorlader optie gooi ik er ook meteen op, dan kunnen we uiteindelijk namelijk een bak eraan hangen of een forklift stang eraan hangen of wat dan ook. En motorconfiguratie zouden we nog een betere motor erin kunnen leggen met volgens mij, dan moet ik even goed kijken, 140 pk. Dus dat doe ik ook meteen, dus die kopen we gewoon. Dat is meteen 119.000 euro dat gewoon footsie verdwenen is. En dit bedoel ik dus, we hebben op dit moment 1 miljoen, maar dit bedrag gaat er nu al af. En dan moeten we nu gaan nadenken, wat hebben wij nog meer allemaal nodig? We hebben hoe dan ook meteen ook een aanhangwagen nodig, want op het moment dat wij gaan oogsten en we krijgen alle zaadjes in onze combine, dan moeten we natuurlijk ook wel die zaadjes kunnen vervoeren. Dus een aanhangwagen is ook handig, hoeft meteen niet een hele dure te zijn. We zouden meteen kunnen gaan voor een vrachtwagen, aanhangwagen, waar echt heel veel in kan. Maar het is allemaal nog niet nodig. Dus laten we gewoon gaan voor even een goedkope. En we zouden het altijd uiteindelijk natuurlijk kunnen vervangen. Maar dit is de goedkoopste. Wel de lelijkste, moet ik eerlijk toegeven. Daar hebben we het verder niet over. Ja, daar hebben we het verder niet over. We gooien er Trelleborg wieltjes onder. Daar zouden we nog brede banden kunnen kiezen. Vind ik eigenlijk wel mooi staan, dus waarom niet. Afdekceltje erbij. 1500 euro extra. Dan kunnen we kleur van het afdekcel nog geel maken. Pas op zich wel bij onze John Deere. En die kopen we dus ook meteen. Maar als we willen gaan oogsten, hebben we natuurlijk automatisch ook een combine nodig. Nu zouden we kunnen kijken of we tweedehands... Oh, dat had ik beter deze aanhangwagen kunnen halen. Er staat letterlijk een aanhangwagen tweedehands voor 15.000 euro. En ik heb net... Ja, dit... Ik had beter eerst hier kunnen kijken. Je ziet, het gaat nu al fout gewoon. Maar we hebben een combine nodig. Die is niet in de aanbieding. Nu is een combine natuurlijk heel erg handig om überhaupt gewoon te hebben. Zijn wel ontzettend duur. Maar als we die nu al kopen, dan hebben we voor elk soort gewas hebben we die natuurlijk gewoon staan. Dus we gaan voor een oogmachine. Dan moeten we hoe dan ook geen dure gaan doen. Deze 130.000 met 310 pk. De duurste is... 489.000. Nee. Ik ga niet meteen al mijn geld opmaken. Nee, dat gaan we niet doen. Laten we gewoon gaan voor de topliner 4090 HTS. Kunnen we natuurlijk ook nog brede bandjes onderzetten. Dus laten we het ook meteen doen. Kopen we in de pocket. Meteen ook voor 30.000 euro nog een Meijer erbij. Want anders hebben we niks aan die combine namelijk. En voor nu is het puur en alleen maar kopen, kopen, kopen. Zodra we zo meteen eenmaal alles hebben, dan hebben we het niet meer nodig. Maar willen we natuurlijk weer andere gewassen gaan verbouwen, dan hebben we ook weer andere machines nodig. Je zou ze ook allemaal kunnen huren, maar de machines die we heel vaak gaan
nodig hebben, die kunnen we beter gewoon kopen. Dus alles is gekocht. 300.000 euro ervan af. En het staat ook allemaal netjes voor ons klaar. Dus laten we het snel even allemaal naar de boerderij brengen. En dan kunnen we meteen gaan beginnen met oogsten. Hop, piep, aansluiten en gas erop. We kunnen natuurlijk ook gewoon onze zwaailampjes aanzetten, mochten we een beetje gevaarlijk doen. Dat doen we eigenlijk altijd. We kunnen ook onze knipperlichtjes gebruiken, mochten we afslaan naar links of naar rechts, zoals je ziet. Alles is ook daadwerkelijk gewoon te gebruiken. Alles is ook daadwerkelijk functioneel. En dat is ook wat Farming Simulator natuurlijk Farming Simulator maakt. Nu is het zo, even van baantje wisselen, dat onze boerderij niet heel erg ver weg is, want als we hier gewoon netjes langs deze shops rijden, dan komen we uiteindelijk bij onze buurman aan. Die heeft al een mega villa staan. Dus die is wel goed onderweg. Support your local farmers. Hoe dan ook. En kijk, oh, de buurman is thuis. Hallo! Oh. Ik heb nog niet zo'n goede band opgebouwd met mijn buren, jongens. Dat moet nog gebeuren. Rechts hebben we sowieso een tankstation. Dus mochten we benzine nodig hebben, dan kunnen we meteen tanken. En hier links is natuurlijk onze eigen boerderij. Dus alles ziet er netjes uit. En uiteindelijk, als we natuurlijk heel veel geld gaan verdienen, dan kunnen we ook veel meer extra spullen gaan kopen. Onze combine, daar moet ik even mee gaan opletten, want ik kan hem natuurlijk niet zo vervoeren. Daarom heb ik een aanhangwagen erbij gekocht. Dus als we eventjes de maaier op die aanhangwagen gooien, dan kunnen we hem daarna over de weg vervoeren. En dan kunnen we beginnen met ons werk. Rustig aan. Ik weet niet of ik hem eigenlijk op deze manier erop moet gooien, als ik eerlijk ben. Nee, dat moet via de andere kant. Laat maar, wacht. Wacht. Hij moet via de andere kant. We moeten even verkeren. Even een rondje eromheen. Want hier zitten namelijk de aansluitpunten. Dus hij moet er ook op deze manier op. Moeten we wel netjes in het midden leggen. En dan kunnen we wel. Ah, dit is wel netjes. Dit is wel netjes. En dan droppen we hem. Kijk. We zijn professionals, hè, jongens. Als je nog niet door had. We zijn echte professionals. Totaal. Maar ook echt totaal niet. Maar deze game is zo relaxed, zo laid back. Dus mocht je ooit ergens een keertje vervelen en mocht je gewoon iets willen doen, dan is Farming Simulator wel echt gewoon een top game om te spelen. Gewoon lekker op je gemakje, lekker rustig naar de boerderij rijden met 20 km per uur. De combine is niet de snelste machine, maar dat is natuurlijk ook niet nodig, want het gaat erom dat we de gewassen kunnen oogsten. Ik ga even voor de zekerheid een baantje opschuiven, want ik zie daar gewoon iemand lopen namelijk. Dat is niet heel veilig als er zo'n grote machine langs je komt, vriend. Maar goed, we kunnen netjes een baantje opschuiven. We spelen overigens in Amerika, dus vandaar dat je die hele brede wegen ziet. Ook natuurlijk hele grote tankstations en ook heel veel land. Dat spelen op een Amerikaanse map. Maar, daar is onze boerderij. Nu staat de aanhangwagen al klaar en ik denk dat we gewoon met dat kleine veldje achterin gaan beginnen. We doen ons knipperlampje uit, knipperlichtje uit. Ik zeg heel vaak knipperlampje. Ik weet nu niet hoe ik dat opeens heb aangeleerd. En dan kunnen we hier zo meteen de maaier gaan aansluiten. En dan kunnen we bezig. Anders netjes inparkeren, netjes neerzetten. Ik hou er wel van om een boerderij altijd een beetje netjes te houden. Ik hou er niet van om gewoon alles klakkelings ergens neer te zetten. Dan moeten we heel veel opletten. Ja, kijk. Ik zei het, echt een professional. Ik had jullie gewaarschuwd, hè. Voordat we aan de slag kunnen, moeten we wel eerst de combine uitklappen. De oogstmachine. Dus gaat het luikje bovenin open. Dan kunnen we uiteindelijk hem gaan aanzetten. En dan is het natuurlijk een kwestie van rechte lijnen trekken. En gaan. Uiteindelijk komt er achteruit, zoals je kan zien, al het afval eigenlijk. Nu weet ik niet of we met deze machine ook de strozaden kunnen inschakelen. Maar nee, dat kan niet. Dat kan niet met deze soort gewassen, helaas. Want uiteindelijk, als je natuurlijk ander soort gewassen gaat verbouwen, dan kan je ook het restafval eigenlijk, kan je ook gewoon weer ophalen. Maar helaas kan dat hierbij niet. Maar het fijne is wel dat we met wat kleinere landjes beginnen. Het is wel sneller dat we er natuurlijk doorheen kunnen gaan. Alleen uiteindelijk, als je een heel groot stuk land hebt, dan kan je weer meer verdienen. Alleen dan duurt het natuurlijk automatisch wel wat langer. Maar voor een begin, voor een start, is dit wel handig. We hebben nog 700.000 euro. Alleen we hebben zometeen ook nog meststrooiers nodig. We hebben nog natuurlijk plantmachines nodig.
We hebben nog ploegmachines nodig. We hebben echt nog alles nodig eigenlijk om uiteindelijk opnieuw weer gewassen op dit land te kunnen verbouwen. Want voor nu is het een simpele start. Maar zometeen begint het echte werk pas. Netjes keren. Ik kan de bocht net niet in één keer maken. Dus ik moet net nog even mensen achteruit zetten. Maar gaat het goed zo? Wat ik heb gedaan is, ik heb heel even een arbeider ingehuurd. Want wat ik dan namelijk alvast kan doen is, ik kan alvast de trekker klaarzetten. Dus de afdekcel is open gegaan. En op het moment dat die dan klaar is, dan kan die gewoon meteen de zaakjes in de aanhangwagen strooien. En dan kan ik meteen de zaakjes gaan opslaan in de silo of gaan verkopen. En daar moeten we eigenlijk even voor kijken. Want wat hier staat is natuurlijk koolzaad. Dus op het moment dat wij naar de tabelletjes gaan en we gaan naar koolzaad, dan zien we staan dat eigenlijk bij Johnson's Farmer Market en bij de Vallei Goudhaantje de prijzen omlaag zijn. Oftewel, we krijgen nu minder voor al ons koolzaad. Maar bij de Voer en Graan Zuid levert het meer op. Het probleem is alleen, dat is bij lange na niet wat het bij de anderen oplevert. Dus we kunnen het beste opslaan totdat er een nieuw seizoen aanbreekt, totdat er een nieuwe maand aanbreekt, nieuwe dag aanbreekt. En dan kijken wat het met de prijs doet. En uiteindelijk als de prijs omhoog schiet, dan kunnen we het verkopen. Of we kunnen natuurlijk altijd nog verkopen op het moment dat we daadwerkelijk geld nodig hebben. Dus dat is een beetje het tricky gedeelte waar je op moet letten. Je wil namelijk niet iets verkopen als het daadwerkelijk allemaal heel laag is. Als de prijzen heel laag zijn, dan heeft het geen nut om het te verkopen. Dan maken wij het laatste lijntje af. Even één keer keren hier. Dan zetten we hem weer aan. En dan hebben we in totaal rond de 1600 liter uit alleen maar dit hele kleine veldje gehaald. Dus dat is op zich nog wel een redelijke opbrengst. En we zouden eventueel wat meer velden kunnen kopen, maar laten we gewoon klein beginnen. Je wil niet meteen te hard van stapel lopen natuurlijk, dat is ook niet handig. Dus wat we dan doen, is we gooien de pijp eruit. En dan kunnen we mooi de zaadjes in de bak gooien. Moet je wel raak gooien, want anders ben je al je opbrengst weer kwijt. En kijk, daar komt alle koolzaad hoor. Ietsje naar voren, een beetje goed verdelen. En dat was het alweer. Ja, het was een klein veldje. Het was ook niet heel veel. Maar we kunnen wel meteen doorgaan naar het volgende veldje. Ik weet niet eigenlijk of het al klaar is voor de oogst. Ik check het even snel. Dit is aan het groeien nog de sojabonen. Maar dat veldje verderop volgens mij niet. Volgens mij is die wel klaar. Dus die kunnen we alvast ook beginnen met oogsten. Ze rijden nog van die kant op. En je ziet ook, we hebben nog heel veel ruimte hierover. Dus we kunnen uiteindelijk nog putten maken. We kunnen meer silo's neerzetten. Misschien kunnen we iets van kippen gaan kopen. Dat we kippen kunnen gaan onderhouden voor natuurlijk de eieren die we uiteindelijk ook weer kunnen verkopen. Maar we gaan gewoon meteen door naar het volgende veldje. Dus let's go. Tempo erachter zetten. Dan huur ik meteen ook weer een arbeider in. Dus die gaat nu gewoon het werk voor ons doen. Want dan kunnen wij natuurlijk eventjes deze zaadjes in de silo gooien. Over alles gewoon logisch nadenken en dan uiteindelijk komt het wel goed. Plus we kunnen meteen ook gaan kijken. Oh, er is wel een beetje een hobbeltje daar, joh. Wow, yo. We kunnen ook meteen gaan kijken of we een plantmachine en alles kunnen gaan halen. Want die hebben we hoe dan ook nodig om dat veld opnieuw in te zaaien. Nou, komt het er nog uit? Oh, jawel, daar komt het! Kijk, het duurde eventjes, zit natuurlijk ook niet zoveel in. En op, nu zit het in de silo gewoon opgeborgen. Netjes en veilig. Niemand die eraan kan komen. En dat is the way to go. Dan ga ik meteen even opnieuw kijken naar equipment. Want we moeten natuurlijk daadwerkelijk kunnen gaan planten. Oftewel, daar hebben we zijmachines voor nodig. En nu is het zo dat je een zijmachine kan kopen in combinatie met een cultivator. Dus die werken samen. Dan heb je niet twee verschillende machines nodig, maar is het gewoon twee in één. Die zijn natuurlijk wel wat duurder, eerlijk is eerlijk. Maar op zich is dat wel handig. Ik ga voor nu voor de HR4040. Want deze is namelijk niet heel erg duur. En als we gaan kijken naar klassen naar boven, dan komen we meteen al uit bij letterlijk het dubbele. Dus dat is echt wel veel. Maar we hebben deze machine hoe dan ook gewoon nodig. Dus die kopen we ook meteen eventjes. En dan kunnen we die gaan ophalen bij de winkel. Dus ik drop even mijn aanhangwagen daar. Niks geparkeerd ook. Totaal niet. Midden in het veld. De werker die ik heb ingehuurd, die is ook gewoon lekker bezig zoals je kan zien. Dus dan rijden wij weer snel naar de shop. Halen we even die zijmachine op. En dan kunnen we meteen dat veld opnieuw gaan inzijden. We hebben overigens ook nog... Wacht, ik ga heel veel parkeren bij de buren. Sorry jongens, ik blokkeer jullie oprit. We hebben ook nog natuurlijk zaadjes nodig. Dat is ook wel handig. Dus laten we meteen even kijken. Zaden gaan kopen. Nu moet ik alleen even kijken. Volgens mij hebben we als het goed is deze nodig. Dat is 800 euro voor één grote big bag.
Maar als we er 2 halen, zit die waarschijnlijk meteen al vol. De machine staat er al klaar voor. Dus ik koppel hem gewoon aan. Kijk eens aan. Dan kan ik ook meteen, want de zaadzakken die staan er hier al klaar voor, kan ik meteen de machine bijvullen. Kijk, er komen alle zaadjes er netjes in. En ik denk dat ik te veel heb gekocht, of niet? Ja, dit gaat... Oké. En... Oh, ik heb een gewicht nodig, jongens. Ha! De machine is te zwaar voor onze kleine trek. Ik heb een gewichtje nodig. We moeten nog meer kopen. Ik zeg het, aan het begin is het kopen, 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 kopen. We hebben echt wel een gewichtje nodig. Even snel checken. Gewichten. Dan hoop ik wel dat ze... Ja, ze hebben een John Deere gewicht. Dit is 900 kilo. Ik denk dat we wel meer nodig hebben. 1800 kilo is misschien een beetje te veel. Dus laten we er tussenin gaan. 1150 kilo. Een John Deere gewicht. Kost meteen 1200 euro. Maar ja, je ziet wat er gebeurt. Wheelie, jongens! Wheelie! Ik kan ook niet meer sturen. Ik moet even die machine laten staan. Ik kan gewoon niet meer sturen, joh. Ons gewicht is er tussenin gelegd. Dus die halen we even op. Want als je voorwielen de lucht in vliegen, dan gaat het niet goed komen natuurlijk. Ik heb hem. Awesome. Hoop ik dat dit genoeg is. Dat is wel meteen. Ja, ik heb meteen een grote machine gekocht eigenlijk. Maar voor de prijs, 50.000. Ik vond hem wel netjes. Aankoppelen. Dan kan ik die laatste zaakjes er nog bij gooien. Nu is het wel een beetje een probleem dat ik niet alles kan meehalen. Dus ik ga wel die zak hier achterlaten. Maar ja, dat is ook niet erg. We laten hem lekker staan. Ik zit namelijk vol. 1800 liter zit erin. 1800 liter aan zaad. Kan ik hem overigens inklappen voordat we de weg op gaan of niet? Ik denk het niet, hè? Nee, dit is gewoon één geheel, deze machine. Oké, zwaailampjes uit. Naar links kijken, komt iemand aan. Dan gaan we de weg op. Want we gaan sowieso 2 rijbanen blokkeren met dit ding. Want dit is een Yukon namelijk. Oh boy, oh boy. Je ziet ook alle slangen zitten. Er vallen natuurlijk de zaakjes naar beneden. Komen uiteindelijk in de grond. Hij maakt ook natuurlijk mooie rijen in de grond. En er is ook nog een dingetje. Wat gaan we planten? We hebben de keuze uit tarwe, gerst, haver, koolzaad, sojabonen, blamramaras of gras. Ik denk dat we gewoon voor tarwe gaan. Dat is denk ik het makkelijkste om te verbouwen namelijk. En als we nou alle 3 of 2 van de 3 velden vol zitten met tarwe en de andere kiezen voor uiteindelijk wat van zonnebloemen. Werken is al klaar bij de W. Hey, goed gedaan jong, goed gedaan. Kom je zo meteen even legen. To the left. Kunnen we beginnen aan dit veld. En het gewicht werkt wel. Ik stuit er nog wel een beetje. Dat komt ook omdat ik met 40 kilometer per uur het terrein opscheur. Dus op zich snap ik dat wel. En dan zet ik deze hier gewoon even alvast klaar. Hoppatee. Dan kunnen we die namelijk zo meteen ophalen. Dan drop ik er wel nog heel eventjes. Hoppatee. Want eerst moet ik natuurlijk eventjes de combine gaan legen. Je ziet nu al. We hebben nu al verschillende dingen te doen. Hè? We hebben pas 3 veldjes. Moet je nagaan als je 20 velden hebt. Dan wordt het gekkenhuis joh. Mocht ik het nou echt niet meer alleen aankunnen, kan ik natuurlijk altijd iemand erbij halen die me kan helpen. Maar voor nu lukt het nog wel alleen. Dwars over het veld heen. Zetten we hem er netjes naast. Zo, dan stappen we even in de combine, want dan kan ik namelijk de pijp uitdoen. Pijpje uit. Heb ik hem goed neergezet. Oei, ja hoor, het gaat er net niet naast. Precies, precies goed neergezet gewoon. Ik rij wel een stukje naar voren dat het een beetje goed verdeeld wordt. En hier hadden we ook veel meer liter uit, joh. We hadden hier heel, heel veel zaakjes uit. Top, die is leeg. Pijpje weer in. En dan berg ik meteen even de combine weer op, want dat andere veld is namelijk nog aan het groeien. Dus daar kunnen we helaas op dit moment nog niks mee. Die gewassen moeten eerst helemaal gegroeid zijn. Dus dan zetten we de combine eventjes veilig. Ja, in die schuur. Hij gaat denk ik niet in die schuur passen, of wel? Ik zit er nu over na te denken. Dat gaat toch nooit passen? Ik kan het dak wel inklappen. Nee, die schuur is te laag. Ik zie het nu al. Vanaf hier zie ik het al. Ik heb nog geen garage om deze veilig op te bergen. Nou, dan moet hij buiten blijven staan. Ik kan er ook niks aan doen. Dan moet hij buiten blijven staan. Netjes erop leggen. Hoppatee. En dan zet ik de combine hier gewoon naast. Ik weet niet waar ik hem anders moet parkeren. Dus voor nu zet ik hem hier gewoon ernaast. We kunnen hem ook snel pakken mochten we hem weer nodig hebben. Want hij gaat nooit in die garage passen. Dat is onmogelijk. Zo, ik laat hem hier achter. Ik kan er niks aan doen. Deze gooien we meteen weer even in de silo. En oh nee, ik heb er eentje met een draaibare as gekocht. Oh, ik hoop zo dat we nooit achteruit moeten inparkeren. Want ik kan dat niet namelijk. Ja, hij heeft een draaibare as onze aanhangwagen. Hallo meneer, hallo. Ja, dit was niet zo slim van mezelf. Dat had ik niet op gelet namelijk. Ik kan dit niet achteruit inparkeren. Dat zeg ik nu alvast. Oké, drop het er maar in. Hier zit 3100 liter in. Kijk, dat is al mooi. En dan gaat het de silo in.
Moeten we gewoon die prijs goed in de gaten houden. Mochten we echt geld nodig hebben, mochten we het echt willen verkopen, dan kunnen we dat uiteindelijk doen. Maar volgens mij past er 400.000 liter in die silo. Dus je kan zelf ook al bedenken, die zit nog lang, maar ook echt nog lang niet vol. Dat ga ik wel proberen. Oh, alsjeblieft, lach me niet uit. Ik ga proberen om de aanhangwagen te parkeren in de garage. Waarom heb ik er één met een draaibare as gekocht? En we hebben ook gewoon... We hebben hier echt niet veel ruimte voor. die as die draait mee. Nee. Ga ik mezelf echt voor schut zetten? Ga ik dit echt doen? Jongens, ik garandeer je, ik kan achteruit draaien. Nee, ik moet de andere kant op draaien met dit ding. Omdat die as die draait mee. Ik moet die kant op draaien. Wacht, wacht. Nee! Ik ben hier serieus goed in, maar... Waarom moest hij een draaibare as hebben? Waarom? Oké, op deze manier gaat hij wel goed. Ik moest hem scherper insturen of niet? Nee, hij gaat. Hij gaat! Het gaat me lukken! Ik kan dit echt niet in. Ik kan dit echt niet in. Weet je? Ik zet hem hier. Kijk, een mooie parkeerplek ervoor. Kijk. Prachtig. Daar laten we hem staan. Het ding is... Meestal haal ik aanhangwagens die zeg maar... een achteras hebben die vast zit. Die zit gewoon vast. Die bankjes kunnen dus niet draaien. Alleen omdat deze bankjes meedraaien... kan het gewoon niet. Het spijt me. Ik ben toch nog even snel naar de shop gereden om een ploeg te kopen namelijk. En meteen in dat proces heb ik ook meteen een voorlader gehaald. Waardoor we die zak even kunnen meenemen. Want anders blijft hij hier zo staan. Dat vind ik ook zo stom. Dus we doen even deze eraan. Kijk eens aan. Dan proberen we even die zak op te rapen. En dan kunnen we die gewoon meenemen op deze manier namelijk. Dan kunnen we gewoon netjes in de garage zetten. Moeten we alleen wel door het oog heen prikken. Oh. Oh, bijna. Ja. Oké, we hebben hem. Hij is omhoog. Dan kunnen we die gewoon meenemen op deze manier. Het is een beetje onveilig met die pinnen zo. Maar ja, daar kunnen we niks aan veranderen. En we nemen meteen de ploeg mee. Want het lijkt me namelijk beter om wel eventjes land van tevoren te ploegen. Dus die koppen we op de achterkant. En dan rijden we op deze manier even terug naar de boerderij. Dumpen we die grote zak even. En oh joh, dit rijdt ook niet echt heel erg veilig. Ik moet hem misschien even inklappen. Hij stak helemaal uit naar de zijkant gewoon. En dan rijd ik gewoon vol op die weg waar ook andere auto's rijden. Gelukkig is het redelijk rustig, dus ik kom niet echt auto's tegen. Maar dat was nou niet echt de veiligste manier. Ik zie ook echt... Ik zie geen reet, joh. Moet je nagaan wat de boeren voor struggles hebben. Het lijkt me overigens wel echt leuk om gewoon een keertje, een dagje... in het echt ook met een boer mee te draaien. Gewoon in een tracker, als dat mag natuurlijk. En van alles en nog wat. Want in Farming Simulator is het ontzettend leuk om te doen. Maar natuurlijk in een keertje, in het echt, is het ook ontzettend leuk om te doen. Lijkt me. Dus wie weet, ooit op een dag. Ik doe mijn knipperlichtje weer uit. Want we moeten hier namelijk erin slaan. En oi, yo, dit ding is best wel zwaar nu hoor. Met die ploeg eraan. En met die zak eraan. En ik denk dat die zak gewoon hier er even naast zit. Ik denk dat dat wel een mooie opbergplek is. Zo. Staat hij tenminste wel bij ons namelijk. Dus die droppen we eventjes. Ook niet om laten vallen. Top, kijk, perfect. En die voorlader, ja, ik kan hem er wel aan laten hangen. Alleen dat steekt zo uit. Die voorlader, die zet ik hier er ook wel naast. Gewoon netjes in het gras. Even kijken, dan moeten we wel de goede droppen. Dat is deze. Kijk, zetten we die netjes neer daar. Dan hebben we er geen last meer van. En dan gaan we eerst even snel het land ploegen. En dan gaan we pas de tarwe erin zaaien. En ploegen is altijd redelijk tricky, moet ik eerlijk toegeven. Want... Je klapt er namelijk uit naar de zijkant. En hij klapt niet heel ver uit. Volgens mij zit het ongeveer 3 meter. Dus dan moeten we hem hier laten zakken. Hoppatee. En dan gaan we gewoon gas geven. Ik ga niet te snel rijden, want ploegen kost heel veel pk. Maar je ziet dat het land verandert. En op deze manier moeten we gewoon dit kleine stukje land even helemaal doen. En dan kunnen we weer nieuwe gewassen gaan zaaien. Bijna op het einde. Omhoog halen en dan kunnen we meteen weer keren. Alleen nu moet ik met mijn trekker rechts van het spoor. Ja, oké, ik heb hem door. Als ik dan gewoon nu met mijn trekker deze baan volg en dan gewoon recht naar door rij. Dan koppel ik hem meteen weer eraan vast. Want die ploeg die hangt natuurlijk recht achter mijn trekker. Dus op deze manier gaan we met een rechte lijn. Ja, kijk. Awesome. Dit ziet er goed uit.
Ik vind het ook wel leuk dat ik nu op het land bezig ben. Want morgen komen letterlijk bij mij een aantal tuinmannen om 9 bomen in mijn tuin neer te zetten. En dat kunnen we ook nog gaan doen in Farming Simulator. Want je ziet al die bomen staan. Die kunnen we natuurlijk... Oh, dat was mijn eigen machine. Die kunnen we natuurlijk gaan snoeien. Dan kunnen we het hout ook weer gaan verkopen. Maar je ziet echt wel dat het allemaal super realistisch is. Met natuurlijk ook het echte leven. En op deze manier gaat hij wel goed. Wat ik doe, is ik huur even een arbeider voor deze job in. Dan gaat hij verder namelijk met dit land. En dan is het nu een dingetje. Ga ik een extra trekker kopen, dat hij gewoon in die trekker kan ploegen. En dat wij meteen erachteraan kunnen zaaien. Dan zijn we wel weer veel geld kwijt natuurlijk. Maar op zich is 2 trekkers hebben het niet erg. Jawel, ik koop gewoon extra trekker. Waarom niet, joh? Gewoon nog een klein tractortje. Ik wil eigenlijk gaan voor een Nieuw Holland, als ik eerlijk ben. Dan hebben we een John Deere en een Nieuw Holland. Nieuw Holland, de T6-series. 102.000. Michelin-banden eronder. Dubbele wielen. Oi, 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 oi. Ja, voor een kleine tractor is dit echt niet handig gewoon. Dus laten we gewoon gaan voor brede banden. Plus wat gewichtjes. Voorlader optie natuurlijk erop van Hauer. Motorconfiguratie hebben we met 125 pk. We kunnen hem upgraden voor 25.000 extra. Naar 175 pk. Of voor 15.000 extra naar 155 pk. Ja, dat bedrag. Laten we gewoon zo goed mogelijk maken. Hoppatee, kopen. Dan haal ik nu we hier toch zijn ook meteen een kunstmeststrooier. Want met die kunstmeststrooier kunnen we ten eerste kunstmeststrooien. Dat was op zich wel logisch. Maar we kunnen er ook kalk mee strooien. Dan moeten we wel de goede halen. 45.000 voor deze. Ja, laten we die gewoon meteen kopen. We kunnen een aanbouw doen zodat die meer... kan meedragen. Ja, op zich 250. Dat kost ook helemaal niks. Michelin-bandjes eronder. Afdekcelje erop natuurlijk. En we zouden nog een unit van 6 meter strooiafstand kunnen toevoegen. Maar dat is 8000 extra. Dus laten we daar niet voor gaan. Plus we hebben nu op dit moment hele kleine stukjes land. Dus deze koop ik er ook meteen bij. Wat we dan automatisch nodig hebben is natuurlijk ook kalk. En kalk kunnen we kopen voor 450 in deze mooie pallets. Meteen 2 ervan. En dat kost gewoon weer 56.000, hè. Deze echt... We hebben die miljoen echt wel gewoon nodig gehad. Kijk, die koppelen we aan. Dan kunnen we meteen ook eventjes de kunstmest bijvullen. Je ziet het vullen. Of de kalk bijvullen bedoel ik. Dan kunnen we dat zo meteen over het land strooien voordat we gaan zaaien. Zo, er gaat veel in, joh. 18% zit hij pas vol met 1 pelletje. We hebben er gelukkig nog één. Dan gaat hij dus naar 36% vol. Maar dat is niet zoveel. Dat gaat niet zo snel. Past veel in dus, maar dat is eigenlijk alleen maar handig. Volgens mij als we gaan sproeien, dan sproeien we ook meteen heel veel kalk erop. Dus dat gaat ook heel snel weer leeg. Maar uiteindelijk levert het natuurlijk meer op, omdat de gewassen beter kunnen groeien. Voorlader aankoppelen. Meteen de vork aankloppelen. En dan nemen we die ook meteen mee. Dan hebben we bij alle twee hebben we gewoon de voorlader eraan. Om spulletjes mee te verslepen. En dan rijden we deze meteen ook weer terug. Oh, die werker is lekker bezig daar op dat land. Kijk. Kijk. Dat doet hij goed. Dan kunnen wij meteen achteraan scheuren. En dan zetten we de sproeier aan. Dus ik zet hem gewoon meteen netjes neer. Dit wat ik nu ga doen, gaat wel echt 10 keer sneller, by the way. Maar we zetten hem gewoon aan. Dan moeten we wel meteen gaan rijden, jongens. Want anders is het gewoon geld dat we weggooien. Dus we zetten hem aan. Gas erop. Hop, 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 hop. Ik mis wel een klein rondje, maar dat is niet erg. Zo ver als we kunnen, zo ver als we kunnen, zo ver als we kunnen. En uit. Je ziet hoe snel het opgaat, hè. Dat is 2% dat we hebben gebruikt voor alleen dit kleine stukje. Maar dat doen we gewoon nog een keer. We zetten hem aan. En ja, dan gaan we meteen weer rijden. Kijk hoe netjes. Toppie. Helemaal doorrijden totdat het op het einde is. En uit. Kijk. Awesome. Ik neem het heel veel van die werker over. Want op het moment dat we het zelf doen, dan gaat het wel wat sneller namelijk. Plus dat kost geen geld. Want elke keer als wij een werker inhuren, dan telt natuurlijk ons geld ook af. Want ja, iemand doet het werk voor ons. Daar moeten we gewoon simpelweg voor betalen. Maar ik denk nog 1 à 2 keer heen en weer, denk ik. Dan hebben we het veld wel klaar. Even keren. Dan moeten we nu even inschatten waar we precies moeten rijden. Maar ik denk... Als we hem hier pakken, dan hoeven we daar nog 1 keer alleen terug en dan hebben we hem.
Oh? Oh nee, nee, ik mis een randje, nee! Ja, dat is wel als je het zelf doet, dan echt een professional. Ik had het gezegd. Kijk, toppie. Nog één keer keren en dan het laatste strookje even meepakken. Ik herstel wel even een klein beetje mijn fout van net. Een klein beetje. Ik kan hem niet helemaal herstellen, want er zit hier gewoon nog een strookje dat ik niet heb gehad. Maar het is een schoonheidsfoutje, joh. Schoonheidsfoutje. Klaar. Awesome. Dat veld is nu ready. Dan rijd ik meteen naar het andere veld toe, want daar moeten we natuurlijk precies hetzelfde herhalen. Dus dan zet ik hem alvast klaar. En het is ook al 1:30 op dit moment in de game, dus de dag die gaat ook snel voorbij. Daar gaat hij aan het werk. Hoppatee. Dan gaan wij weer terug. Het kalk strooien. Zet hem maar aan. Dan nog één keer terug. Uit. En dan hebben we dit hele veld ready om in te zaaien. Het verdient niet de schoonheidsprijs, ik weet het. Daar gaan we ook niet voor. We gaan voor efficiëntie. Nu is het zo, deze kan ik wel achteruit in parkeren. Ik weet, jullie zaten me net allemaal uit te lachen, ik weet het. Maar kijk, deze heeft wel gewoon een vaste as. Dus dan kunnen we, als we goed opletten, terugdraaien. Op deze manier, in één keer. Oh, wat scherp. Kijk wat scherp er tegenaan. Beter kan gewoon niet. In één keer de garage inrijden. Oh, dat is het verkeerde wat ik afkoppel. Die moeten we weer even oppakken. Afkoppelen en laten staan. Kijk, die is wel echt prachtig ingeparkeerd. Je kan zeggen wat je wil. En wat we dan doen, is we zetten ten eerste de machine aan. Dan begint hij te draaien. Dan zetten we natuurlijk nog eens de zaaimachine aan. Dus dan gaan de zaaiers gewoon de grond invallen. Dan laten we hem netjes zakken. En dan zijn we klaar om te gaan. Cruise control aan. En we zijn aan het planten. Tarwe aan het planten, wel te verstaan. Nu moeten we natuurlijk proberen om zo recht mogelijke lijnen aan te houden. Ik moet sowieso de cruise control even naar beneden krikken. Oh, als we die gewoon op 12 laten staan. Ja, nice. En dan gaan we meteen ook keren. Dit is gewoon even precisiewerk, want je wil ook niet te vaak over dezelfde lijn heen gaan. Je wil ook niet stukjes missen. En nu hebben we daar een heel klein stukje gemist, maar dat kwam omdat ik dat met de ploeg heb gemist. En dan gaan we gewoon heen en weer. Ik heb ook de lijn even anders gedaan. We hadden net natuurlijk, waren we zo bezig. Nu zijn we zo bezig. Jullie snappen wat ik bedoel. Ik kan het wel uitbeelden, maar dat heeft ook helemaal geen nut gewoon. Machine omhoog. En weer keren. En oh, ik heb eigenlijk wel een gewichtje nodig. Ik zie dat ik echt gewoon... Mijn voorbikes hebben bijna geen grip. Dus ik moet denk ik wel even een extra gewicht gaan halen. Maar op zich, het lukt. Het lukt. We hebben natuurlijk ook die voorlader hangen, dus die brengt ook wel wat meer gewicht naar de voorkant. Maar af en toe verlies ik wel een beetje de grip met mijn voorbandjes. Een wheelie maken is niet handig in het boerenleven, jongens. Het ziet er misschien wel cool uit. Maar praktisch is het niet. Oh boy, nu kom ik op een hellingje. Oh, dit bedoel ik dus. Geen goed, geen goed. Alles onder controle. Laat hem maar zakken en dan gaan we dit lijntje weer verder halen. Er zit daar een hobbeltje. Dat gaat schuin naar beneden. Dus dan verlies ik helemaal mijn grip met mijn voorbandjes. En een extra gewichtje is niet erg. Het zijn natuurlijk ook nog kleine tractoortjes. Uiteindelijk kunnen we gaan upgraden. Maar als je nou kijkt wat we al hebben uitgegeven op dit moment. We hebben een paar machines gekocht. Twee trekkers gekocht. En we staan gewoon al 5 à 6 ton in de min. 500 à 600.000. En we zijn pas net begonnen. Maar nu is eigenlijk de cirkel compleet. Want we hebben geoogst. Dat is gelukt. Daar hebben we de machines voor. We hebben geploegd. Daar hebben we machines voor. We zijn aan het zaaien. Hebben we de machines voor. En het enige wat we nu eigenlijk nog nodig hebben is mest. Om het land te kunnen bemesten. Oh, ik trek weer een wielen. Ik moet het even heel rustig optrekken. Hoi, 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 hoi. En dan is het gewoon een kwestie van het laten groeien. En dan kunnen we daarna weer oogsten. En dan is natuurlijk de hele routine, de hele cirkel, is dan gewoon rond. Nog één laatste strookje te gaan. En dan is het veld klaar om te groeien. Moet ik even goed opletten of ik hem wel laat zakken. Ja, daar gaat hij.
gas erop, toeren draaien. En dan is dit veld ready to go. Je ziet ook al dat er wat stenen naar boven zijn gekomen. Op het moment dat het echt te veel wordt. En er komen ook hele grote stenen naar het oppervlak. Want we zijn natuurlijk aan het ploegen. Dus we halen de benedenlaag halen we naar boven. Dus op het moment dat we echt grote stenen zien. Dan moeten we wel eventjes met de stenen rapen eroverheen. Want anders tast dat natuurlijk ook weer de gewassen aan. Dus dat is wel even iets waar we op moeten letten. Wat ik nu doe is ik rij meteen door naar dit veld. Want dan kan ik namelijk eventjes sowieso de machines even uitzetten. Dan kan ik dan die machine hier laten staan. En dan neem ik het eventjes over van deze werker. Want als we samen klaar zijn met ploegen. Dan kan ik natuurlijk weer met kalk eroverheen gaan. En dan kunnen we ook dit land nog inzaaien. En dan denk ik dat dat alles is wat we voor vandaag kunnen doen. Dus ik neem het wel even van je over, jongen. Kom maar door. Want dat andere veld is namelijk nog aan het groeien. En we hebben op dit moment pas 3 velden. We kunnen misschien nog wel even kijken of we een... Of we kippetjes kunnen neerzetten. Want dat is wel handig om die eieren namelijk te kunnen verkopen op een gegeven moment. Misschien dat we even een kippenren kunnen bouwen. Het enige wat kippen nodig hebben is water. Maar dan hebben we natuurlijk ook weer... Oh, dan hebben we die ook weer nodig. Dan hebben we ook weer een aanlegwagen nodig waarin we water kunnen vervoeren. Is dat handig om nu te doen? Ik denk dat we daar best nog wel even mee kunnen wachten. Want anders zijn we echt wel te veel geld kwijt. We hebben ook nog niks... opgeleverd, want we storen natuurlijk alles wat we nu op dit moment aan het oogst zijn, dat storen we in de silo. Dus we hebben op dit moment ook gewoon nog niks verdiend. Het allerlaatste strookje dat we moeten ploegen. Bijna. Hoppatee. En dan zijn we hiermee klaar. Dan kunnen we die in laten klappen. Oh, hij moet nog worden gedraaid. Wacht, dan moet ik hem eerst nog even draaien. Kijk, dan moet hij naar de andere kant draaien. Op die manier, ja. Want hij kan alleen vanaf deze kant worden ingeklapt namelijk. En dan... Even wachten, kunnen we hem inklappen. Awesome. Dan kan ik hem meteen namelijk hierin dumpen. Dan is hij meteen netjes opgeborgen. Past dat? Jawel, dat past toch wel. Jawel, easy. Ik moet je zeggen, een grotere garage... is misschien ook wel handig qua investering. Er past echt helemaal niks in, joh. Dat is echt... En dan heb ik ook heel mooi deze aanhangwagen geparkeerd. En dan moet hij er alweer uit. Kom maar, jongen. We gaan weer verder namelijk. We zijn nog lang niet klaar. Dit veld is ook ietsje groter dan het veld dat we al hebben gedaan. En het veld dat links van me ligt, dat is eigenlijk het grootste veld dat we tot nu toe hebben. En daar gaan we dus wel wat opbrengst uit kunnen halen. Oké, zet hem maar aan. Hoppatee. En gas erop. Zo snel mogelijk over het land gaan. Wel dat alles goed wordt geraakt. We willen geen stukjes missen namelijk. Alleen het kost heel veel liter om dit in te kalken. Oké, zet hem maar weer uit. Dan missen we alleen dat kleine stukje, maar die kunnen we nu weer oppakken. Kijk. Ik denk nog... Eigenlijk moet ik hem in één keer kunnen doen nu, want anders verspillen we te veel kalk. Maar ik denk dat dat wel mogelijk is. Door het andere veld een stukje uitzetten. Ja, dit moet in één keer kunnen. Want als ik hiervoor nog 2 keer heen en weer ga, dan is het gewoon verspilling. Dus dit doen we gewoon. Ja, dat lukt makkelijk in één keer, joh. Kijk! Makkelijk in één keer gewoon. Easy! Laatste stukje afmaken. En dan hoeven we hem alleen nog in te zaaien. En dan is het gewoon puur wachten tot het natuurlijk weer gaat groeien. Zo, uitzetten. En het veld... ligt er mooi bij. Het vergt gewoon nog concentratie ook, hè, dit. Terugdraaien. Oh, het werkt! Woe! Net op tijd teruggedraaid gewoon. En hij staat. Laten staan, niks meer aan doen. Deze trekker kan ik ook meteen opbergen voor de nacht. En dan zie je dat eigenlijk de garage gewoon al vol staat. Er staan letterlijk 3 dingen in. En de rest dat moet buiten blijven. Want ik heb er geen plaats meer voor namelijk. Dus de rest moeten we lekker buiten laten staan. En dan kunnen we natuurlijk dit veld nog gaan inzaaien. Ik doe het ook gewoon met tarwe, jongens. Dan hebben we 2 velden met tarwe namelijk. Dat lijkt me wat handigste. We zetten de machine weer aan. Zijmachine inschakelen. Rotor Copac inschakelen. Laten zakken. En gas geven. En hij werkt. Kijk eens aan. We hebben nog een heel klein lijntje laten hangen van
de vorige gewassen. Maar op zich is het niet heel erg. Die nemen we volgende keer gewoon weer mee als we gaan ploegen. Dus dat komt wel goed. Het is wel echt, echt gaaf hoe die machine gewoon werkt, joh. Er zitten ook al die buizen lopen natuurlijk om al die zaadjes in de verschillende banen te laten leiden. En uiteindelijk natuurlijk de grond in te stoppen. Want daar, uit al die buisjes, bij al die wieltjes, daar valt elke keer gewoon een zaadje ploep, 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 zo naar beneden toe. En dan zit het werk er voor vandaag alweer bijna op. De laatste, ik denk twee keer heen en weer. Nou, dat gaan we net niet in één keer redden. Nee, hè. Ah, oh, dat is zo jammer dat we gewoon... Dit gaat echt niet... Gaat dit in één keer redden? Oh, nee, we gaan echt een heel klein streepje overhouden. Ah, oh, dit is zo zuur en ik mis ook een streepje. Sorry voor de mensen die er niet tegen kunnen. Ik kan er zelf ook niet tegen namen. Dus ik ga dat laatste streepje nog meepakken voor jullie. En dan is het onze hart. Oh, dat land loopt ook scheef. Kijk, ik kan dat net niet pakken daar. Want het land die loopt in een helling. Dus ik mis sowieso dit hele strookje. Ik kan daar niks aan veranderen. So be it. Dat hele strookje kan ik niet pakken op dit moment. Dus dan moeten we de volgende keer even rekening mee houden als we gaan ploegen. Dat we dat extra even meepakken, dat randje. Ah, goed om te weten. Zo leren we ons eigen land natuurlijk ook kennen. Maar dat is voor nu ook alles wat we kunnen doen. Want deze twee landen die we net hebben ingezaaid, die moeten natuurlijk gaan groeien. Daar moeten we gewoon even op gaan wachten. Tussendoor moeten we ze natuurlijk ook blijven bemesten. Moeten we ze in de gaten blijven houden. En het andere land hier voor me, dat is nog steeds aan het groeien. Dus tot die tijd kunnen we er niks mee doen. We moeten wachten tot het moment daar is om het daadwerkelijk te kunnen oogsten. En dat is op dit moment nog niet. Dus machines kunnen uit. Op het tweede, dat maakt meteen ook niet meer zoveel herrie. En dan heb ik eigenlijk geen plaats meer om deze machine netjes... Oh, Willy! Om deze machine netjes op te bergen. Dus ik zet hem denk ik gewoon hier in het gras. Zo'n beetje aan de zijkant. Op zich ook wel een mooie plaats om misschien alles gewoon neer te zetten. Gewoon hier in het gras. Niemand die er last van heeft namelijk. Dan breng ik hem heel veel naar beneden. Laten zakken en... afkoppelen. Kijk. Awesome. En dan was dat er voor vandaag. Alles staat redelijk netjes. Maar we hebben op dit moment nog ongeveer 500.000 over. Alleen ik wil dat voor de zekerheid gaan bewaren. Mochten we nog nieuwe machines nodig hebben. Want ik had het net over een stenenraper. We moeten ook nog mest gaan kopen natuurlijk. We moeten waarschijnlijk ook op een gegeven moment meer zaad gaan kopen. We hebben waarschijnlijk nog een machine nodig om uiteindelijk zonnebloemen en dat soort gewassen te kunnen gaan verbouwen. Dus we hebben nog wel een lange weg te gaan als het gaat om investeringen. Maar uiteindelijk is dat het natuurlijk allemaal waard als we echt daadwerkelijk geld gaan verdienen. Want als we nu kijken naar de prijzen, dan moeten we even in de gaten gaan blijven houden. Kijk, koolzaad op dit moment, waarvan we 1600 liter hebben, is bij Voer en Graan Zuid... boom, de lucht ingestogen naar 1047 euro. Sorghum, waar we 3100 liter van hebben, staan allemaal in de min. Dus het is gewoon even wachten, dit goed in de gaten blijven houden wanneer de prijs juist is. En dan kunnen we het in de bak gooien, dan kunnen we naar de winkel rijden en dan kunnen we daadwerkelijk gaan verkopen. Maar dat is voor de volgende keer, want hierbij zit deze allereerste aflevering van Farming Simulator 22 erop. Mocht jullie hebben genoten, ram natuurlijk zijn skype, blijft ook super gaaf. En het is natuurlijk iets anders dan wat we altijd uploaden. We kunnen er vast en zeker ook wel een miniserie aan koppelen. Dat we gewoon gaan proberen om uiteindelijk deze boerderij en de spullen dat we nu hebben uit te breiden. Tot echt een mega, mega boerderij met heel veel land, heel veel dieren, heel veel machines en ga ze maar door. Dus dat gaan we de volgende keer weer mee verder. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Heel erg bedankt allemaal voor de support. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye mensen.